De nieuwe DLC van Pokémon Scarlet en Violet is uit, de Indigo Disc. En in deze video gaan we natuurlijk weer op zoek naar 6 nieuwe Pokémon uit deze regio voor in mijn team. Laat in de reacties weten welke Pokémon ik volgens jou in mijn team moet doen. En misschien gebeurt dat wel. Mijn telefoon gaat. Dit is Clavel. Is dit meester Rikachu? Jazeker, meneertje. Ik wil even een momentje van je tijd. Je kent de Unova's Regio's Blueberry Academy, toch? Zeker. Ja. Dat was van de Teal Mask DLC. De directeur van die school is een vriend van Clavel. Oh, en hij wil dat ik als een uitwisselingsstudent naar zijn school kom. Ik moet naar het kantoor van Clavel. Ik ga gewoon even de allervetste Pokémon daarvoor meenemen. Ja, en ik ga daar gewoon naartoe met mijn tofste Shiny team. Die moet nog evolueren. Fortress mag mee. Toadscrew ziet er ook wat dik uit. Met Cargo, let's go. Ja, Go-Goat moet eigenlijk mee, maar die is level 98. Dat is niet eerlijk meer. Ik ga denk ik Dunfant meenemen in plaats van Toadscrew. En vooruit Noctowl. Welke van deze shiny Pokémon moeten er voor jou mee? Laat het weten in de comments. Doe een duimpje omhoog. En vergeet sowieso ook even niet om te abonneren. Clavel, ik ben er weer. Hallo. Ben jij de directeur dan? Ik weet dat ik jouw gezicht eerder heb gezien. Ik ben Rikachu. Wie bent u? Oh ja, dit is Director Serrano, zegt Clavel. Hij werd ook wel Valley genoemd. Leuke naam. Clavel vraagt, waarom wil je precies Rikachu hebben voor je uitwisselingsprogramma? De reden is, waarom mag ik komen? Dat weet hij ook niet meer. Nou, lekker dan. Ben je een beetje vergeetachtig, vriend? Oh, op de schooltrip naar Kitakami heeft Rikachu een paar studenten ontmoet. Ja, dat klopt. Carmine inderdaad, bijvoorbeeld. Oh, Carmine die heeft het geadviseerd om mij daar naartoe te halen. Oké, vet. Nou, zullen we gaan? Al dat gepraat de hele tijd. Oké, doei, dag. Later. Doei, Gengar. Ja hoor, het gaat beginnen. De Hidden Treasure of Area Zero. Let's go. Wat is de geheime schat dan? We gaan erachter komen in deze gloednieuwe serie. De Indigo Disc. Daar gaan we. Het begint alweer met een gezellig muziekie. Wat is dit? Is dit de Blueberry Academy? Holy macaroni, jongen. Dit is wel een aardig futuristische schooltje, moet ik eerlijk toegeven. My oh my. Okay, ligt het in het water? Ja, zo te zien wel. Dit is de ingang. De school ligt voor het meest onder water. Oké, heel vet. Waarom is de rest van de school onder water, meneer? Hé, er komt iemand aangelopen. En die zegt omdat het gebouw van de school vastzit aan een onderzeese plant. Oké. Oh, dat klinkt best wel cool. Wie ben jij dan? Lacey. Hallo Lacey. Ben jij mijn vriendin, mijn mentor hier zo? Hoi. Lacey is een tweedejaars student. Nou, oké, let's go. We krijgen blijkbaar een tour door de school. Dat was precies hetgene wat het begin van Scarlet and Violet een beetje saai maakte eigenlijk. Misschien is het in de DLC interessanter. Zullen we gaan, Lacey? Oké, ik ren er alvast vandoor. Ja, oké. Dat zullen die Magmars trouwens leuk vinden, dat de hele school onder water ligt. Dat is niet veilig voor Magmars, jongen. Ja, ik zie hier alweer gebeuren dat we hier moeten gaan battelen, hè. Hier worden officiële wedstrijden gehouden. Maar bro, ik zie alleen maar water hieromheen. Is er ook land ergens? Kan ik ook ergens gewoon het gebied in om Pokémon te vangen? Of hoe zit dat? Wilde Pokémon kunnen hier terrestrializen. Oké, leuk. Lacey is lid blijkbaar van de Elite Four. Serieus? Is zij zo'n sterke trainster? En wij moeten hier gaan battelen. Oké, is goed, Lacey, let's go. Ik heb niet per se mijn sterkste team meegenomen, maar wel mijn tofste team en mijn shiny Pokémon. Oké, wat heb jij daar voor speltje? Ga jij cheaten? Heb jij cheatspeltjes? Oh, we gaan duo battelen tegen Plusle en Maiden. Ik ga met Morgrem en Fortress. Ik wou eerst Morgrem eigenlijk nog evalueren, maar goed, maakt niet uit. Oké, Maiden gaat discharge doen als je dat even... Oh, lekker op... Wacht eens even. Oh, oké. Fortress die krijgt wel damage. Oh, Morgrem is gelijk paralyzed. Potverdorie. Oké, ze zijn wel snel, deze Jongens, waarom moet je gelijk mijn Morgrem aanpakken? Die moet ik nog evolueren, jongen. Waarom doe je zo? Pak even deze Pokémon aan. Oh my god. Ik heb weer de hele verkeerde setup, hè. Dunfant, let's go. Pak deze twee even aan, jongen. Kijk ze nou teamen, jongen. Die gekke Minun en Plusle. Ja, doe maar discharge. Dan kan je mijn Dunfant in ieder geval niet raken. Dat scheelt. Oh, maar ik ga nu gewoon mijn Fortress zelf slopen, hè. Maar ik sloop die Minun en Plusle ook allebei. Sorry, Fortress. Sorry dat ik je dit aandoe. Maar ik moest even deze twee Pokémon even opruimen, gewoon. Nu staat het tenminste weer 2-2. Allebei wegwezen. Zal ik mijn Cargo er dan maar in doen? Oh, dit is ook niet slim. Als ik Earthquake doe, dan ga ik mijn Cargo ook slopen. Ik had Noctowl moeten gebruiken. Ik denk weer helemaal niet na, jongens. Daar hebben we Excadrill. Oh, die gaat mijn Macargo ook gewoon kapot maken. Ziet er wel vet uit, shiny Macargo. Oké, misschien moet ik even andere moves doen. Ik ga wel voor Rollout. En ga voor Body Slam met Macargo. Oh, waarschijnlijk gaat zij nu terrestrializen. Oh, je gaat niet terrestrializen. Ja, die High Horsepower, die sloopt mijn Macargo. Verdorie, man. Waarom moet je zo doen? Hier, nu is Macargo ook alweer weg.
Ik vind het niet oké, jongen. Maar Cargo heeft hem gelukkig wel geburnt. Dan mag nu Noctowl. Maar ik zag dat Noctowl geen flying attack kent. Dat is ook handig. Ik ben zo niet voorbereid. Zal ik hem hypnotiseren? Hopelijk lukt het. Donphan wordt lekker niet geraakt. Noctowl, zijn hypnose raakt ook niet. Verdorie, pak hem aan. Ja, dit werkt allemaal niet, joh. Oké, probeer hem nog een keer te hypnotiseren. Oké, Noctowl is nog niet in vorm. En Rollout is natuurlijk ook niet echt in vorm. Het gaat langzaam. Weet je, ik ga gewoon voor een Moonblast dan. Zit je probeer lekker mijn Donphan kapot te maken? Dat wil niet echt lukken, hè? Hier, Moonblast op je bakkes. Dat doet ook helemaal niks. Oh, het mag even duren, hoor, jongens. Oh, hij gaat voor Rock Slide, maar hij mist. Oh, maar hij mist niet mijn Noctowl. Gelukkig overleeft hij het wel. Oh my god, maar ik ben wel flinched. Maak hem even kapot, die Excedrill. Hoppakee, weg ermee nou. Dit was echt een hele slechte battle van mijn kant. Maar ja, ik was ook echt niet voorbereid gewoon. Ja, oké. Lacy, ik kom je nog wel een andere keer tegen. Dan doen we even een betere battle. Oh, je hebt wel skills, zegt Lacy. Nou, dankjewel. Ik vond het zelf van niet, maar maakt niet uit. Goed gedaan, jullie allebei. Nou, ik zeg toch, dat was een slechte battle. Laten we nou maar gewoon doorgaan. Ik wil nieuwe Pokémon vangen. Ik wil hier een team samenstellen. Hier in de nieuwe DLC. Oh, kijk, ik heb ook een nieuw pakje gekregen. Nou, dankjewel, joh. Ziet er allemaal goed uit, joh. Je kan zelf kiezen waar je naartoe wil gaan. Maar we moeten blijkbaar naar het wereldberoemde Terrarium. Oké, is dat hier naartoe? Blijkbaar wel. Let's go to the Terrarium. Is dat waar we nieuwe Pokémon gaan vinden? Oh, oké. Dit ziet er wel geinig uit allemaal. De achteren... Ja! Dat lijkt me een plek waar nieuwe Pokémon zijn. Zo te zien wel. Dit is... Ja. Dit is de plek waar we willen zijn, jongens. Is dit allemaal onder water? Holy macaroni. Oké, dat zie je ook niet zo 1, 2, 3 aankomen. Oké. Dit had ik niet verwacht. Dit is het. Dit is het park onder de zee. Dit is ons eigen terrarium. Het mag er wel onder water zijn. Maar er zitten projectors op de muren en in het plafond. En daardoor lijkt het net alsof we buiten zijn. Ja, dit is wel vet gedaan. Ik ga niet liegen. Dit is wel een ziek schooltje. Ik zou wel op dit schooltje willen zitten. Er zijn 4 biomen. We hebben een subtropical gebied. Hier hebben we een tropisch strandje. Daarachterin, daar is een hele grote ruige berg. En dan hebben we hier nog een ijslandschap zo te zien. Ja, ik vind het lijp. Ik kan niet wachten om te gaan lopen. Mag ik alsjeblieft gaan lopen? Oké, maar welke biome lijkt mij het coolst? Ja, toch wel gewoon de savanne eigenlijk. Daar zijn de self-healing machientjes. Oh, dat is top. Dan hoef ik niet elke keer naar het Pokécenter. En door deze grote kristal kunnen Pokémon hier waarschijnlijk terrestrializen. Er zit een speciaal materiaal uit Paldea in. Mag ik alsjeblieft nu gaan? Ik wil doorlopen. Ik wil nieuwe Pokémon vangen. Oh, de bel gaat. De praktische battle-klas die zal binnenkort beginnen. Nee, ik wil dat niet. Ik wil nieuwe Pokémon vangen. Ja, ik kom later daar wel een keer naartoe. Oké, doei. Doei, professor. Lacy, ik zie jou strakjes wel daar bij die klas. Wat sta je nou te zwaaien daar? Ik moet dus daar naartoe. Laat me eerst nieuwe Pokémon vangen. Ik wil natuurlijk weer alleen maar Pokémon hier uit deze regio vangen en in mijn team zetten. En daar is Scyther. Maar Scyther die zat er al in. Ik heb op zich wel keuze. Volgens mij zat Venomoth en Execute en Dodio er allemaal nog niet in. Oké. Laten we gewoon even rondlopen, kijken wat er allemaal is. Let's go! Dodrio is op zich wel een goede Pokémon. Die zou ik misschien wel in mijn team willen hebben straks. Wat is dit? Wat is dit voor een gek gebouw? I have no idea. Oh, kijk, ik zie daar sowieso al een Dodrio lopen. Ik denk dat deze Dodrio te hoog level is voor mijn Shinx, als ik heel eerlijk ben. Oh, level 59, dat valt mee. Hij is wel gewoon sneller, hè. Dat is gewoon lijp, hoor. Discharge! Oké, vang hem, let's go! Pak die Dodrio! 1, 2, 3. Ja, dat is onze eerste gloednieuwe Pokémon in de DLC. Die gaan we straks eens even toevoegen. We hebben hier nog Rhyhorn. Dat zijn gewoon allemaal Pokémon uit Kanto, joh. Ik heb dus ook gehoord dat je allerlei nieuwe starter Pokémon allemaal kan vinden. Trapinch. Ja, als ze die door-evalueren naar Flygon, dat is wel lijp. Die wil ik eigenlijk ook wel hebben. Even een Moonblastje erop en dan gaan we hem zo vangen. Ze zullen wel allemaal even getraind moeten worden. Want ik ben bang dat level 57 en zo gewoon te laag is om het allemaal te fixen, deze DLC. Zijn levels die moeten nog wel een klein beetje omhoog, maar Trapinch die hebben we ook binnen. Oké, welke willen we nog meer hebben? Oh, we hebben hier ook gelijk Vibrava, joh. Kijk, die is ook gelijk al wat leveltjes hoger. Die is level 67. Dat is wel nice. Oeh, ik heb hem bijna in één keer gesloopt. Eigenlijk is het alleen maar top, want dat is een grotere kans om hem te vangen. Yeah, let's go! Wat een flat. Ik weet ook nog niet wat dit allemaal is, hè. Is dit een gym of zo? Het ziet er wel vet uit. Oh, kijk, hier hebben we gewoon gelijk... Hier hebben we hem. Gekke Flygon. Gelijk heel die evolutielijn hier, joh. Ik weet niet of ik hem zo al gevangen. We gaan proberen. 1, 2.
Nee, oké. Okay, we moeten hem nog even verder damagen. Maar ik denk dat ik hem kapot maak eigenlijk. Dat zou ook niet uitmaken, want dan kunnen we gewoon Vibrava gewoon even evalueren. Dat is ook helemaal goed. Die is toch een hoger level. Oké, okay, sorry Flygon. Ik ga voor je XP. Is die dan eigenlijk wel zo goed? Vraag ik me af. Terwijl Shinxy gaat evolueren. Shiny Shinxy, daar gaat hij. Wat ziek idee. Naar Shiny Luxio. Love it. Oké. Okay. Maar wat loopt hier nog meer? Ik zie Sals Buckies. Die hadden we volgens mij ook al in de normale game. Wat is hierachter? Ik denk dat hierachter sowieso weer nieuwe Pokémon zitten. Oh, we hebben hier gewoon Alolan Geodude. Oké. Okay. En wat leeft hier beneden allemaal dan? We hebben hier dus Scraggies. Ik vind het altijd zo leuk om in die Pokémon games gewoon zo lekker een beetje te gaan verdwalen. En er Scissor tegen te komen. Maar die is wel al bekend uit de eerdere games. Of nou ja, niet de eerdere game natuurlijk. Maar je snapt wat ik bedoel. De normale Scarlet en Violet. Ik wil gewoon even 6 hele vette Pokémon vinden. Zou het zijn als we hier nou ook gewoon weer tegen een Shiny aanlopen. Hè? Dat zou ik pas dope vinden. Een gloednieuwe shiny. Oh, kijk, ik zie hier een grot. Misschien moeten we even die grot ingaan. Meestal in de grotten zijn ook wel weer nieuwe Pokémon te vinden. Oh, ik zie hier hele kleine Joltik. Ik zie allemaal kleine Pokémon hier. Oké. Wie zijn hier allemaal voor minis? Wow, we kunnen hier ook nog helemaal naar beneden. Ik wil sowieso even gaan kijken hoor, wat hier is. Ik zie hier allemaal gekke elektrische spinnenwebben en zo. Galvantula loopt hier. Oh, komt er even een Joltik aan stuiteren. Oh, dit is niet handig om hier Noctowl te laten battelen. Waar het vol zit met elektrische Pokémon. Laten we snel even Donphan op de eerste plek zetten voordat het fout gaat. Ja, ik kan natuurlijk een Electabuzz proberen te vangen. Dat kunnen we doen. Die zat er nog niet eerder in volgens mij. Moeten we alleen denk ik geen Earthquake doen. Want dan is het in één keer afgelopen met Electabuzz. Hoppakee. Oh nee, we zijn geparalyzed. Ja, dan wil ik die Electabuzz sowieso hebben. Want dat is wel een hele fijne ability altijd. Dat als je dan aangeraakt wordt door de vijandelijke Pokémon, dat die geparalyzed raakt. Dat is echt super nice. Oef, dit gaat pijn doen. Oh, valt nog mee. De Ultra Ball past natuurlijk wel perfect bij een Electabuzz. Dat lijkt gewoon voor die Pokémon gemaakt, joh. Oké, bij Electabuzz doet het moeilijk. Maar als ik hem nu nog een keer raak, dan maak ik hem sowieso kapot. En dat wil ik niet, want ik wil hem eigenlijk toch wel graag vangen nu ik er toch mee bezig ben. Gaat dat zo lukken? Net niet. Hey, Electabuzz, wil je even stoppen, jongen? Dit heeft toch geen zin? Uiteindelijk word je toch wel gevangen. Je wil niet dat ik jou in een Great Ball stop, toch? Ik bedoel, dat past helemaal niet bij je, man. Kom gewoon in deze Ultra Ball. Let's go! Oké, dus we hebben nu ook een elektrische Pokémon gevonden, eventueel voor ons team. Ik denk dat hierachter ook wel weer nieuwe Pokémon zijn. Kijk, want dit ziet eruit als een heel ander gebied met water en ijs. Lapras. Lapras is cool, maar Lapras heeft best wel veel weaknesses. Alolan Vulpix. Die is altijd zo leuk! Ja! Ik denk dat ik hem wel kapot maak met een flamethrowertje. Oh, wat ben je aan het doen? Ga je mij proberen te bevriezen? Doe maar even niet, joh. Ik wil die golem Pokémon die erachter staat trouwens ook wel vangen. Misschien is dat ook wel een goeie. Ik weet het niet zo goed. Die heb ik nog nooit gebruikt. Maar ik denk altijd dat die best wel goed is. Maar Vulpixje hebben we ook. Hallo, wil jij misschien ook in mijn team? Zou ik Golet verslaan met een Earthquake? Golet doet zelf ook een Earthquake. Oh my god. Oké, dat wist ik niet. Wat doet Moonblast eigenlijk met hem? Niet superveel. Oef, hè, mijn arm. Ik kan hem al proberen te vangen, maar ik ga toch voor nog een Moonblastie. Hij pakt er wel gewoon 2, hè. Ik denk dat deze wel prima is. Oh my god. Zo langzamerhand is mijn team kapot aan het gaan. Doe maar gewoon even vangen. Ja, joh. Doe maar. 2, 3. Golet is ook in de pocket. Daar is die. Oh, Ground and Ghost type. Oké, interessant. Heel interessant. Heb ik nog nooit gebruikt in mijn team. Oké, wie wordt de volgende waar we achteraan gaan? Misschien hier wel iemand. Loopt daar nou een Zangoose? Nou, die hoef ik niet per se. Alolan Grimer vind ik ook wel vet. Die wil ik ook wel. Ja, er is in ieder geval wel weer genoeg keuze hoor. Hey. Alolan Grimer gaat wel bijna in één keer kapot door mijn Memento. Ik bedoel door mijn Flamethrower. Hey, ik zie daar ook een Pikipek. Zo leuk. Ah, dit is een leukere... Hallo? Wat heeft hij gedaan? Heeft hij nou zichzelf kapot gemaakt? Nou, dan kom je lekker niet in mijn team, joh. Herkansing. Hier, Quickball voor jou. Doe maar. Let's go. Dan doen we het wel zo. Poison en een Dark-type. Ja, Alolan Muk vind ik gewoon heel vet. Waar loop ik nou weer tegenaan? Oh, tegen een Pikipek. Ja, is ook wel leuk, hè? Is ook wel lachen. Gaat hij in een Quickball? Oh, dit is top. Dit gaat lekker. Oh, kijk hier. Alolan Muk, dat is toch een baas, jongens? Gek, zieke regenboog-Pokémon. Ik zie daar trouwens ook een Alolan Executor. Ik kan ook gewoon een heel Alolan-team gaan doen. Dat is toch alsof we dan weer terug zijn naar Alola. Dat is eigenlijk best wel leuk. Maken we er een Alola-challenge van.
Ik weet niet of er 6 Alola-varianten in zitten, maar tot nu toe heb ik dus ook al Executor gezien en Graveler. En samen met Vulpix maakt het al 4 volgens mij. Ja, laat het maar weten in de comments wat jullie willen hoor. Ik ben heel benieuwd hoe jullie erover denken. Hier loopt die gekke Executor ook rond joh. Kunnen we ook gewoon weer proberen om een kwikbal bovenop te gooien? Het gaat wel lekker tot nu toe met die kwikbals. Die vangen ze wel makkelijk zeg. Achter elkaar. Dit gaat top. Ja, die is natuurlijk ook een Dragon-type Pokémon. Helemaal gek joh. Ja, en dan is Luxio gewoon weer aan de beurt om te evolueren joh. Dat gaat gewoon allemaal in deze video gebeuren. Dat ze ook nog even een shiny Luxray'tje pakken. Ook al heel vet, hè, deze shiny Pokémon. Man. Even koekeloeren of ik nog wat nieuws kan vinden, hoor. Volgens mij heb ik zo'n beetje wel een rondje gemaakt nu. Blijkbaar ben ik aanbeland bij waar ik naartoe moet. Ik had het helemaal niet door, maar ik ben er toch naartoe gelopen. Lacey zegt, heb je het allemaal kunnen vinden? Ja, joh, ik ben even op avontuur geweest tussendoor, Lacey. Alola? Alola? Kom jij van Alola, vriend? Hij zegt, 1 speciale Pokémon die is hier echt super hard gegroeid. Groter dan in andere regio's. En dat komt door het licht wat hier in deze biome valt. Oké, okay. Een regionale vorm, oké. Okay. Oh ja, we moeten dus Alolan Pokémon vangen. Ja, dat heb ik toch al lang gedaan, jongen. Ik heb er zelfs al 3, joh. Geen enkel probleem. Meneer, ik kan je de 3 laten zien. Of moet ik dan bij jou zijn? Ik heb zo'n gevoel dat ik die in mijn team moet doen, dat ik anders niet verder kan. Maar eerst wil ik van jullie horen welke Pokémon jullie dus graag in mijn team allemaal willen zien. Meowstic is ook wel interessant. Ja, dan pak ik toch nog wel even Meowstic mee, denk ik. Even een Great Ball erbovenop. 1, 2, 3 hebbes. Oh, ja. En nu gaat Morgrem evolueren naar Shiny Grimmsnarl. Het is ook een super dikke Pokémon, Shiny Grimmsnarl. Kijk maar. Oh, zo vet. Hele dikke Pokémon. Maar goed, deze Shiny Pokémon die op dit moment allemaal in mijn team zitten, die gaan er zo allemaal uit. Ik wil alleen maar Pokémon gebruiken die in deze regio te vinden zijn. We hebben Dodrio, Trapinch, Vibrava's evolutie, Electabuzz, Alolan Vulpix, Golett lijkt me nice, Meowstic lijkt me ook nice, Alolan Executor, Alolan Muk en Alolan Grimer en Pikipek. Welke Pokémon moeten mijn team vormen? Laat het weten in de comments. Misschien pak ik jouw favoriete Pokémon voor de volgende video. En dan zie ik je daar. Mazzel!